beste kijkers, van te veel gevraagd een nieuwe video, namelijk First Look. Ik sta hier in mijn eentje, Dion zit achter de camera, Daniel die komt zo meteen eraan. En wij gaan eventjes kutten en kijken welke games er zijn. En misschien nu eventjes iemand interviewen in de rij. Let's do that. Hoe lang staat u al in de rij? Sinds 10 uur. Sinds 10 uur jongens, what the fuck? Dat is fucking lang. Hoe lang gaat het ongeveer nog duren vanaf hier? Een uur, 12 uur. Dan gaat 12 uur. Oké, dan gaan we misschien eventjes vragen helemaal achterin hoe lang het daar gaat duren. Hoe lang sta je al in de rij? Ik denk 20 minuten of zo. En hoe lang denk je dat het ongeveer nog gaat duren hier? Het zal nog wel 2 uur duren, denk ik. 2 uurtjes, denk je dat? Ja, voordat het open gaat en dan nog iedereen door is. Ik denk dat het al 4 uur gaat duren. Ja? Ja, we zijn vorig jaar ook geweest, toen ging ik vrij snel. Ja, we zijn er daar geweest en daar zeiden ze dat het ongeveer nog 3 uur ging duren. Zo, ja. Dus ik denk dat hier, ja, 6 uur misschien nog wel. Zou nog wel kunnen. Ja, nou, dan wordt het maar wachten. Maar goed, ja. Ik wens je in ieder geval veel plezier vandaag. Ja, heel erg bedankt, jullie ook. Dankjewel. Let's go. Oké, dus vorig jaar hadden we Daniel opgesloten in de wc en ja, hij bleef daar zitten. Dat zijn deze beelden. Yo, hey, what the fuck? What the fuck doe je? En nu gaan we eventjes kijken wat hij aan het doen is, want hij was vieze dingen aan het doen. Tenminste, dat hebben we gehoord. Dus we gaan even kijken, jongens wc. Hij is er waarschijnlijk nog, ik heb geen idee. We gaan eens even een kijkje nemen. Even kijken hoor. Ja, volgens mij was deze inderdaad. Laten we even kijken. Huh? Wow! What? Wow! Doe niet kijken! Holy gast! Holy fuck, hé. Jullie zijn opeens met heel veel. En jullie vegen jullie mond af. What the fuck, Daniel? Ik zei, je bent vieze dingen aan het doen, maar dit is volgens mij niet normaal. Jongens, jullie hebben me bevrijd. Ik zit hier al fucking heel jaar te wachten voor de First Look 2014. Ik zit hier helemaal gevonden, jongens. Ik ben zo dankbaar. Oh my god. Maar wat was er met al die jongens dan? What the fuck? Lang verhaal. Lang verhaal. Oké, laten we gewoon naar de First Look gaan, denk ik, toch? Ja, laten we gewoon gaan, jongens. Oh, jezus. Oh. Let's go. Welke stand ben jij hier gekomen? Nou, om eerlijk te zijn, PlayStation 4. Voor? PlayStation 4 en Ubisoft. Oké, niet voor Little Big Planet of zo. Ja, Little Big Planet, Bloodborne. Is het vet, hè? Little Big Planet. Ja, best wel. Ja, ja. Ik heb nog gereserveerd. Heb je al gereserveerd? Ja. Ah, hij is vet. Nog een paar mooie dames gezien? Kijk ernaar. Ik ben op foto geweest met een paar mooie dames, ja. Kijk, zo hoort het. Jij fixt ze. Ja? Jij fixt ze. Ja. Heb je een paar nummers? Ja, dat weet ik niet meer. Geen nummers van de dames gekregen? Nee. Ah, dat is nou jammer. Bedankt voor het interview. Ja, geen probleem hoor. Nom 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 nom. Zo, jij bent helemaal los aan het gaan. Ja, jongen. Ja, jongen? Ja, joh. Jullie zijn van te veel gevraagd. Wij zijn niet van te veel gevraagd. Laat het maar. Ja, we zijn wel van te veel gevraagd. Wat voor kutspel ben jij nou aan het spelen? Ja, we hebben niks meer te doen. En die dansen? Nee. En kan jij daar wat van? Nee. Kan jij daar iets van? Helemaal niet. Nee. Ga even zingen, jongen. Wat kan je zingen? Baby Justin Bieber. Baby. Zingen, kom op. Ja, kom voor de kijkers. Want hij gelooft in mij. Nee? Nee. Godsamme, joh. Wat is dit? Niemand heeft talent hier. Niemand heeft talenten. Ja, ik ben zwaar teleurgesteld in deze jongens. We gaan even verder kijken. We zijn dus eventjes achter geweest bij Asus en we hebben Daniel, we hebben wat shit gekregen. Nou, shit, dit zijn fucking vette dingen. Daniel, vertel eens. Ja, nou, we hebben hier een soort, hoe noem je dat? Een soort slaghamer, whatever, van Asus. Die hebben we net gekregen van Sven, dikke shout-out naar hem. En we hebben hier pakketjes liggen. Kun je er eentje openmaken, Daniel? Ik kan er even eentje pakken zo. Want deze hebben we ook gekregen, we hebben er 4 gekregen. Dat betekent voor ons eentje en misschien wel voor jullie eentje. Er zit hier een soort zwaardje in. Zoals je ziet, er staat op Shadow, Mordor. Echt ziek, dat is een soort prijsje voor jullie. Special edition. We hebben t-shirts, we hebben hier t-shirts. We hebben er 1, 2... Oh wow, we hebben nog meer trouwens. Muismatten, zijn dat muismatten? T-shirts, we hebben Ashes en Emmetjes. Maar,
We hebben ook nog muismatten gekregen. We krijgen zieke shit van hun, joh. Dit is dikke muismatten. What? Allemaal voor jullie. En dit is allemaal omdat wij die League of Legends feeling wouden, hè, voor de, van de pro-spelers. Dat wouden we bereiken. En hier nog van die keycords. Dus we hebben een paar zieke shit bij de A-stand gefixt. A's is geweldig, jullie zijn top. Shout-out naar Sven. Ja, shout-out naar Svennyboy. Svennyboy, go! Oké, we gaan dus eventjes op een goodie-jacht nummer 2. En we hebben nu inderdaad een doos van Aas gekregen. Deze doos, fucking nazi van Aas. Deze doos die stond gewoon hier random. Om al die zieke goodies hierin te doen. Maar we moeten even een tas fixen. Ja, dus we gaan eventjes naar Game Mania of MSI. We gaan even een tas fixen, guys. Let's do this. En we gaan dus even vragen bij MSI wat ze allemaal hebben. Let's do this. Is er ergens een mevrouwtje of meneertje die dat heeft? Meneer. Meneer. We hebben dit zojuist allemaal van, even kijken, Asus gekregen. Ja, heel goed. En de bedoeling is eigenlijk, kunnen jullie dit overtreffen? Voor de kijkers, voor de kijkers. Dat moet je eerlijk gezegd niet aan mij vragen. Dan kan je het best aan mijn collega Nicky vragen. Nicky. Oh, hier zijn we weer. We hadden natuurlijk net jou ook gesproken of we eventjes hier binnen konden filmen. Maar we hebben dit allemaal gekregen van Asus. En kunnen jullie dat als MSI stand overtreffen? Zeker, zeker. Ja, nee, hè? Hebben jullie... 3 minuten van mij. 3 minuten, we wachten hier. Wij hebben zeker 3 minuten en wij gaan wachten. Hebben jullie misschien, kijk, ik vraag nu al maar een tas om alles in te doen. Want, tuurlijk. Want even kijken, Asus die had dat niet. Ik ga nu rennen, 3 minuten hè? Prima. 3 minuten, wij gaan. Wij hebben dit gefixt, jongen. We hebben het gefixt, jongen. Box. Oh, ik heb geen box, oh ja. Oh, daar is ze weer. Holy damn. U heeft echt heel veel meegenomen. Ja, zeker, zeker. Dit is inderdaad... Oh, die camera. We krijgen een camera en een mobiel. Oh, dat niet. Dat... Nee, maar... Holy shit. En wat zit er allemaal in de tas? Kijk maar eventjes. We gaan even kijken. We hebben een zwaard, Daniel. Een zwaard! We hebben een zwaard! Dit is echt heel erg vet. En ik ga eventjes verder kijken, hoor. Wat hebben we hier? We hebben t-shirts, we hebben keycords. Dit is ziek, van MSI. Holy shit. Keycords. In de pocket. Hupsakee. Inderdaad. En we hebben ook een tas gekregen. Oh, nog een pet. Een pet erbij. We krijgen zoveel van hem. Een pet. Dit is niet normaal. Gedragen door mij. En dat allemaal dankzij haar. Dus ik wil je in ieder geval heel erg bedanken. We hebben ook nog een headband. Die is ook nog wel heel erg leuk. Een headband. Even kijken. Oh, headband. Ja, die zijn leuk. Die kun jij gebruiken tijdens de sporten, Daniel. Want jij sport zoveel, toch? Ja, een headband. Ik heb hem goed op. Staat me goed, toch? Nee. Ja. Staat lekker, man. Staat lekker. Nou, even... Daar probeert ook als iemand neer te knallen, zo te zien. Ja, wat hebben we eens hier? Hij komt even kijken. Hey, pas op. Ik heb... Wacht, nee. Dit zijn onze spullen, man. Ja. Nee. Pas op, hij heeft een wapen. Nee, hey. Ja, daar zijn we weer. We hebben net door de regen moeten rennen, want ons SD-kaartje was leeg. Maar we gaan gewoon verder met Goodie Hunt. We gaan naar nummer 3. En wat is nummer 3? Dat is volgens mij Logitech, denk ik. Logitech. We gaan naar Logitech. Let's go. Of naar Alternate. Of naar Alternate. Ja, we hebben iemand gevonden die goodies heeft van Alternate. We zijn weer backstage, hè, eigenlijk. We zijn eigenlijk weer backstage. Heel benieuwd wat hij te bieden heeft. Volgens mij heeft hij mooie posters, mooie tas. Maar ja, tas hebben we al. Maar ja, nog een tas. Nog een tas, hè. Dat is natuurlijk niet slecht, hè. Is goed. Ongelooflijk. Ik zie eigenlijk wel allemaal leuke dingetjes op de grond daar staan. Zoals pennetjes en bandjes. Misschien vinden ze dat wel leuk. Nou, dat gaat weer lekker zo. Dit is ongelooflijk. Alternate en Logitech bij elkaar. Wauw. U overtreft het zeker weten. Nou ja, ik hoop dat je er blij mee bent en dat je de mensen blij mee kan maken. Dus. Ja, dat komt goed. Als je nog heel even zet, dan pak ik boven nog van Nvidia ook wat goodies. T-shirts en bandjes en keycords. Wij wachten hier. Ja? Helemaal top. Dit is ziek. Ziek. First look for the win. Ik heb hier voor jullie een hele verzameling Nvidia keycords. Alsjeblieft. Dank u wel. Een aantal speciale Nvidia armbandjes. Nvidia, ik hou van Nvidia. Ja, dat dacht ik wel, ja. Het favoriete merk onder de gamers. Inderdaad. Ik heb nu AMD, maar ik wil over naar Nvidia. Ja, dat vind ik wel heel verstandig. En dan klap op de vuurpijl een aantal t-shirts van Nvidia. Dus heel veel succes ermee, jongens. Dank u wel, meneer. Ik ben getroffen. Bedankt. Nou, we staan nu bij het vreetzaaltje. En we hebben best wel honger, of niet? Ja, we hebben honger. Ja, wij hebben honger. Dus wij gaan even wat eten fixen. Let's go. Nou, we zien iemand die eten heeft. Een slachtoffer dus. En we gaan het proberen te fixen. Ik heb even een hele belangrijke vraag. We hebben een probleempje namelijk. Vertel. Nou, wij hebben honger. Ja? En wij proberen voedsel te verzamelen.
Ja, ik zou zeggen, neem een hapje. Dit is het enige wat ik heb. Mogen we een hap? Mag wel. Mag ik een hap nemen? Wacht even, wacht even. Ah, een stukje. Zo? Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Oh, Perfect, jongen. Hallo. Wat ben je aan het doen? Ik ben aan het wachten voor de Wii U dat we Smash Bros. Kunnen spelen. Het lijkt wel een klas hier, want iedereen zit op zijn Nintendo. Ja, je moet toch de tijd doden, hè? En het zijn toch leuke spellen om te doen hier. Ik vind het niks, man. Ik vind het helemaal niks. Maar deze DS die krijg je niet van hun ofzo, die moet je zelf meenemen. Ja, dat is gewoon mijn eigen 3DS, ja. Maar dat is niet zo mooi. Ja, het is mooi hoor. Ik vind het lelijk. Ja, ja, kan. Ja, ze zijn niet echt mooie plaatjes opnemen. Het zijn ook lelijke spellen. Nee, ook niet. Ik kan u heel gelukkig maken. Nou, zeg maar. U heeft de Boot Baby Award 2014 gewonnen! Ja, nee, dat wist ik al, ja. U bent echt een lekkertje. Wat is mijn prijs? U komt op teveel gevraagd. Ah, ja. Dat is een heel mooi YouTube kanaal met allemaal mooie pranks en alles. Oké, okay, oké. Okay. Gewonnen, u heeft gewonnen. Trompengrof alsjeblieft. Een bandje van Be Quiet, alsjeblieft. Ik zal het zijn. Hoe vindt u het? Hoe vindt u de prijs? Fantastisch, ja. Dat is mooi, hè? Ik heb al medelijden met al die meisjes die nou niet winnen, omdat ik gewonnen heb. Ja, kijk, er kan er maar eentje winnen. En u bent gewoon te fabulous. Ah, dankjewel, dankjewel. Alsjeblieft. Holy fuck. Je bent gewoon aan het pissen. Oké, okay, nee, hij heeft al die goodies, wat fuck. Ga maar terug in je hol. Dan stop je weer terug in je hol. Ga maar weer weg. Goodies, yo, goodies. Ik zeg goodies, what the fuck, jongens. Nou ja, in ieder geval. Dit was het einde van de video, jongens. De First Look 2014. Nou, daar heb je die rare jongen weer. In ieder geval, we hebben dus heel veel goodies. Wat Daniel net heeft laten zien, die vast in de wc zit. Jullie kunnen die winnen. Wat je moet doen, is een berichtje sturen naar teveelgevraagd@gmail.com. Wat overigens nu in beeld staat en in de beschrijving. En wat je dan moet doen, is liken. Reageren in de video, zal wel fijn zijn. Hoe je de video vond. En wat je moet doen, is delen. Dat is heel belangrijk. Delen, dat gaan we net checken. Twitter, Facebook, vrienden, whatever. Nou, vrienden kunnen we natuurlijk niet checken. Ik wil in ieder geval, ja, gewoon doei zeggen. Peace. Wat film je? Wat film je dat ik in de toilet zit? Hé, wat ga je me filmen?